Ja, Bauma is een van de vrijwilligers hier op zoekerij. Jo hebben krijgt een zoekerijwortel uit de grond halen. En is dit nou een mooie wortel, Bauma? Ja, vinden we wel. Jetties vinden ze wat lietser, maar toch een betere selectie en bemesting zijn ze altijd wel dikker worden. En dit is eerder mijn zangroom, maar daarom is hier de kerk in deze gemeente dat bloei kan. Eer mijn meisken, eer mijn groen en die arbeidsintensief, dus mogelijkheden. Maar dikker betekent gewoon dat je meer opbrengt? Dan heb je meer kilo's, ja. Want hier zit ik naar groen hoor. Daar moeten ze eerst een keer morsken en dan een dag uitleggen, een nacht. En dan waren ze wogen en die man van de zoekerij die bepaalde de prijs dan of die betaalde uit neffens het gewicht. Ja. Hoe gaat het proces nou dadelijk verder? Nou, dat laf dat ging er eerst laf. Het blad is ik broekbaar als griënte. Zet ik wat een bittere smaak op. Het is familie van de andivie en de witlaf. Maar dan waren die wel die waren stampt. En daarna droegen in de fabriek. Wat er nog meer gebeurt. Hè? Je kan net zomaar even omlengen, maar hier water en dan Nee, die waren ze droegen en dan ben je liet ze brokjes, zo was wel. Die nemen ze bonen, liggen een beetje op koffiebonen. Maar daarna moesten ze nog, en dat baden je net in Dantemedeel net, maar gaan ze naar een branderij. In Dokkum, Ljouwert, Dalfsen. En dan nog mielen. Ja. En dan weer echt koffie, fijn. In de oorlog wie het surrogaat koffie waar er wil zijn. Ja, ze nemen het wel de arme luis koffie. Ja. En daar willen mensen niet bij hebben. Dus toen die echte koffie weer kwam, eerst gingen ze het nog wel wat mixen. Maar de echte die ging er mee. Ja. Wat je nou in de handen hebben, dat liet je haast wel suikerklontjes. Maar dit is dus... Het zijn zoekerijbrokjes. Zoekerijbrokjes. In het Nederlands sigorij. Ja. Dit is het heel fabrikaat wat uit die fabrieken van de drogerijen in Dantemedeel kwam. En dat neemt zich bonen dus. Daarna ging het naar de branderijen en dan weer dit het product. En daar zit de rook van koffie ook al om. Daarna het nog meeld waar. En dan weer dit. Nou ja, dat is herkenbaar als koffie. Hier konden ze dan die blokjes inwand en dan op een kachel warm. En dan hier dat ze aan mij draaien en dan hier zit ik een koffie. Wat we hier zien binnen jouw flesjes, zeg maar, met producten die zitten die jullie daar maken worden? Van de suikerijwortel, ja. In de fabriek in Roosendaal van Sensus hebben ze deze inuline eruit. En inuline is een vervangende vet- en zoetstof. Er zit een heel soort producten, chocolade, tabletten voor in de vaatwasmachine, Fens, Haraldslag, Chocomel. Ja. De vezels uit de suikerij. Die worden gebruikt in levensmiddelen, in de witte bal en dan is het vezelrijk wit. Vezelrijk wit, die Dit is na hoeveel de tijd? Dit is het tweede jaar. Het is een tweejarige plant. Het eerste jaar en dan gaan het bijna mee komen om die wortel. En dan geven ze een stuk maandag mooie wortels en die lieten ze het hier daarop te bloei komen om daar weer siert van te heinen. Het siert waar de naaien weer gebruikt voor de nieuwe planten? Ja. Correct, zo ging dat. Een bloemke bloeit net zo lang, maar de plant bloeit hier lang. Ja, ja. In bermvegetatie komt ook een soort die wilde sigorij. Maar groen bij het dak een beetje licht zit het ook wel. Hoe heeg worden ze trouwens, dat je er niks aan doet? Nou, ik heb wel dat is min al een meter verzeld. Ja, ja. Maar ik heb dus wel hier bij een hagen en die komt er bovenuit. Dan loeken ze nog volle meer. Ja, ja.